Bedankt voor de bloemen, Sam. Zeker weten, Freddy. Ze zijn prachtig. Ik ga nu door. Tot ziens, Sam. Dag, Freddy. Wauw. Jantje, wil je een bloem? Zeker! Wauw! Dank je! Waar ga jij naartoe, Freddy? Ik breng de bloemen naar oma Octavia. En jij? Haal geen kattenkwaad uit! En jij ook niet, hoor! Dag! Dag! Hallo, oma Octavia! Ik heb een bloempje voor jou meegebracht. Dankjewel, Freddy. Is er iets, oma Octavia? Iemand heeft mijn schatkist gestolen. Oma, de schatkist met al de zeewierzaadjes? Ja, Freddy, kijk maar eens naar de tuin. Alle planten sterven. Zolang we de schatkist met zaadjes niet vinden, hebben we niets meer om te eten. Ik zal de schatkist voor je vinden, oma Octavia. Oh, dankjewel, Freddy. Hier heb je mijn laatste broodje. Met Hollandse maatjes en pindakaas. Voor onderweg. Veel geluk, Freddy. Maak je maar geen zorgen, oma Octavia. Ik vind de zeewierzaadjes wel weer. Wat ben je aan het doen? Ik probeer een super salto te maken. Au! Hey Freddy, ik weet vast dat jij geen super salto kan maken. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Wauw! Laat me nog eens proberen. Au! Kijk Lubas, een fles! En er zit een briefje in. Hier staat geschreven. Om de schatkist van oma Octavia te vinden, ga naar het oude walvisskelet. Ik ga rijk worden als ik de schat vind. We moeten de schatkist van oma Octavia vinden, want alle zeewierzaadjes zitten daarin. Als we ze niet vlug vinden, zullen alle vissen sterven. Ik help je met hen te vinden, Freddy. We hebben een paarse zeeegel gevonden. Baas? De fles is hier niet, baas. Misschien heeft iemand anders ze eerst gevonden. Natuurlijk heeft iemand anders ze eerst gevonden. Jij garnalenverstak. Kom aan, we moeten die fles vinden. Of we gaan naar de haaien. Maar baas, wij zijn haaien. Sprotje, mami komt! Oh, ik zit vast. We vonden nog een paarse zeeegel. Het is een houten plank. Dit is een sleutel. Ik ben benieuwd wat het opent. Hier ligt het oude walvisskelet. Kijk, de volgende fles. Kijk, Lubas, het is een been.
Op het briefje staat... Ga naar de vuilnisbelt. Loepas, we vonden nog een aanwijzing voor de zeebierschap van oma Octavia. Zeebaas! De zeebierschat is hier niet. Ik weet niet waarom jij al die flessen hebt verstopt. Ik heb al de tips in flessen gestopt om de weg naar de verborgen zeebierschat gemakkelijker weer te vinden. Wel, als je de schatkist niet kan vinden, dan zal je op het matje geroepen worden bij de grote peilingvis. Alsjeblieft, baas. Niet de grote peilingvis. Ach, word wakker, jij garnalenverstand. Help! Kijk, Freddy, de fles. Nu zijn we rijk, rijk, rijk. Sst, Loepas. Laten we de onzaai vooral niet wakker maken. Ik vrees dat we hier niet voorbij zullen geraken. Lief hondje, hier is een been voor jou. Het lijkt alsof de kust nu veilig is. Nu kunnen we die fles oppakken. De aanwijzing zegt... Zoek naar de drie grotten en ga de linkse grot binnen. De zeebierschat zou hier ergens zijn, Loepas. Niet de grote pijl! Ach, word wakker, jij onnozele kwal! Jij bent de schat kwijt, dus nu zul je naar de grote peilingvis moeten. Alsjeblieft, baas. Niet de grote peilingvis. De grote peilingvis. We hebben nog een paarse zee-egel gevonden. Kijk, Loepas, de drie grotten. Niemand raakt voorbij, Saladin Generaal. Maar we zijn op zoek naar de zeebierschat van oma Octavia. Als we de schat niet vlug vinden, zullen alle vissen sterven. Zeg, waar heb ik die grap nog gehoord? Luister, visjes, het is beter dat jullie nu weggaan, want anders moet ik jullie wel opeten. Lekker! Oma Octavia's wereldberoemde sandwich met Hollandse haringen en pindakaas. Ik denk toch dat ik jullie nu wel kan laten binnengaan. Veel geluk bij het vinden van oma Octavia's zeemierenschap. De kust lijkt nu veilig te zijn. Thank you.
Ik ben bang, Freddy. Ik zie hier geen steek. We zouden iets moeten vinden, zodat we kunnen kijken in het donker. Het is een houten plank. Oh, ik zit vast. Trekken! Harder! Nog harder! Ik geef al wat ik kan, kapitein. Oh. Het spijt me, Lubas. Oh, ik heb het niet eens gevoeld. Mijn zoontje, mijn klein sprotje zit klem in die grot. Maar ik raak nooit naar binnen. Kunnen jullie hem alsjeblieft terugvinden? Ja, mevrouw Heilbot. We zullen Sprotje helpen. Freddy, Lubas, ik zit vast onder deze rots. Alsjeblieft, help me. Ah! Ik zit vast. Wat kunnen we daaraan doen? Maak je maar geen zorgen, Sprotje. We hebben iets om die rots van je vin af te duwen. Lubas, kom helpen. Ja! Mama! Sprotje, mijn klein engeltje. Jullie zijn allebei bedankt. Graag gedaan, mevrouw Heilbot. Omdat jullie mijn sprotje zo hebben kunnen verlossen, geef ik jullie deze mooie paarse zeeegel. Dankjewel, mevrouw Heilbot. Wat een mooie schelp. Clovis, je schelp is te helder. Ik wou dat ik wat kon slapen, Freddy. Maar deze schelp, ze gloeit de ganse dag. Ze gloeit de ganse nacht. Ik wou dat ik ze kon ruilen voor een schelp die niet gloeit. Clovis, ik heb een nieuwe schelp voor je die niet meer gloeit. Freddy. Dat is prachtig. Een ogenblikje. Hier, Freddy. Misschien komt deze gloeiende schelp jullie nog goed van pas. Dankjewel, Clovis. Slaap lekker. Lubas, we zouden ons beter haasten en de zeeweerschat zoeken. Ik ben bang, Freddy. Ik zie hier geen steek. We hebben iets bij wat licht kan maken. Kijk, Lubas. Er is hier niets om bang voor te zijn. Freddy, ik was helemaal niet bang. Kijk, daar is de fles. De boodschap luidt: de schat is verborgen in het gezonken schip. Laten we de zeeweerzaadjes op het oude schip gaan halen. Ik weet precies waar het is. Ik stopte al mijn aanwijzingen in flessen om de weg naar de verborgen zeewierschap makkelijker terug te vinden. Ik dacht dat ik de eerste fles verstopt had bij de driesprong. Dat is niet alweer. Maar, grote peilingtwist. Of zat de eerste fles verstopt in de diepe bergkloof?
Vooruit, garnalenverstand. Denk na. De grote peilingtwist vertrouwde op ons om de gestolen zeewierschat voor hem te bewaren. Maar, grote peilingtwist. Oh nee, hij spuugt inkt. Ik weet weer waar de schat is. Vooruit, garnalenverstand. Kijk, Lubas, het gezonken schip. Dit is de plaats waar de zeewierschat van oma Octavia zou moeten zijn. Jep, maatje. Al jaren verborg dat oude schipwrak al die schatten. We zoeken naar de schat van oma Octavia. Veel geluk, jongens. Hey, Freddy. Wat zou er achter dat raam verscholen zitten, denk je? Kijk, Lubas. Hier is de zeewierschat van oma Octavia. Ja, ik word rijk, rijk, rijk. Lubas, we moeten de zeewierschat van oma Octavia verdelen onder alle visjes. En bovendien is het vensterraam gesloten. En het vensterraam is veel te zwaar om open te doen. Als we een zwengel zouden vinden, kunnen we het vensterraam openen en naar binnen zwemmen. Laten we zoeken naar een handvat. Die kruk kan ons van pas komen. Zou jij deze kruk willen? Aie, mijn oude kruk. Dankjewel, maatje. Die oude mandolin heb ik nu nimmer nodig. Zouden jullie ze graag willen hebben? Ja, alsjeblieft. Bedankt. Ark, jullie kleintjes. Ik ben Phineas McFinn, de beste zeiler van de Zeven Zeeën. Ark. Phineas, ik heb hier een ander muziekinstrument voor jou. Goed. Neem dit handvat. Het was toch al gebroken. Dankjewel, Phineas. Arg, het is maar één woord dat alles zegt. Arg! Ik zeg arg voor geluk. Arg voor verdriet. Arg, kennen jullie dat niet? Arg! Arg aan bakboord. Arg aan stuurboord. Arg van voorsteven tot achterschip. Arg! Arg, jij zwabber. Arg! En joho, ham 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 ham. Wat zeg je daar? Arg! Ik versta je niet. Arg! Nog één keer. Arg! Heel goed. Excellent. In feite... Arg!
Laten we de zeewierzaadjes halen van oma Octavia. Ongelooflijk! Ik ga rijk worden! We hebben de schatkist van oma Octavia gevonden! De zeewierschat van oma Octavia! Ja! Arg! 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 Ik zei toch dat we de schat zouden vinden, baas? Oké, jullie, geef die schat hier. Nee, de zeewierzaadjes van oma Octavia zijn voor iedereen. Maar we moeten de schat naar de grote peilingtwist brengen. Dan kan hij wat zeewier zaaien. Als we de zaadjes verdelen, kan iedereen zeewier planten. De zeewierzaadjes delen? Hé, baas! De zeewierzaadjes zijn voor iedereen. Wacht, ik heb een idee. We kunnen de zeewierzaadjes delen. Goed idee, baas. Ja! Ja. Laten wij aan de grote peilingvis vertellen dat we zullen delen. Yep. Je hebt de schat gevonden? Freddy, je hebt de schat gevonden! Ik heb de schat voor jou gered, oma Octavia. Wel, oké, Freddy heeft een beetje geholpen, maar ik heb het allemaal opgelost. Ik was heel dapper. Oh, daar twijfel ik niet aan, Lubas. Zo, kunnen jullie mij nu helpen om de zaadjes te zaaien? Ik was heel dapper, oma Octavia. Er waren hele grote, gemene haaien. Er waren wel 50 haaien. Ik ben van links naar rechts gezwommen. En ik heb super salto's gemaakt. Ik ben zo trots op jullie beiden. Waarom gaan we niet naar binnen? Dan kunnen jullie me al jullie avonturen vertellen. Tot de volgende keer!